Het stadsgewest Haaglanden, in de regio verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, voert nu een studie uit naar de kosten van het uitrusten van de wissels met verwarming. Omroep West rekende dat vast uit. En wat blijkt? Voor ruim 1 miljoen euro kunnen de trams ook in de winter gewoon rijden. Wij hebben berekend aan de hand van de wissels op die tramlijnen, maar ook nog een paar andere in het net, dat met je ongeveer tussen de 60 en de 70 verwarmde wissels, als je die zou aanleggen, dat je dan eigenlijk heel goed je hele net kan in dienst, in gang kan houden. Wat kost het ongeveer om een wissel te verwarmen? Door de bank genomen moet je met 15.000 wel een heel eind komen. Dus eigenlijk komt het wel neer voor iets meer dan een miljoen, of voor een bedrag van rond een miljoen, zou in de winter het tramnet in Den Haag niet plat hoeven. Ja, dat is zeker. Een aantal politieke partijen vindt 1 miljoen euro voor wisselverwarming acceptabel en wil dat het tramnet wordt aangepast. Wat mij betreft moet de wethouder nu met een plan komen om echt te zorgen dat er gewoon geen sneeuwnet meer nodig is. Dat alle trams, net zoals in andere gemeentes, Rotterdam, Amsterdam, gewoon gedurende de winters kunnen blijven rijden.